iedereen moet vrijheid hebben. Ook al is het van vroeger of van de toekomst. En vrijheid moet gewoon voor altijd blijven. Het doorgeven van verhalen over vrijheid aan kinderen is nu belangrijker dan ooit. Daarom organiseert Madurodam elk jaar de Verhalendag. In aanloop naar de Nationale Kinderherdenking op 4 mei. Wat herdenken we eigenlijk en waar hechten we waarde aan? Hè? Onze vrijheid, onze vrede. En dat begint met een verhalendag. Hallo allemaal! Wat goed dat jullie er allemaal zijn. Hier is geen oorlog, maar op andere plekken in de wereld is dat wel het geval. En ik denk daarbij stilstaan door die verhalen die we vandaag gaan horen. En daar dankbaar voor zijn dat herdenken is. Jongens, het was een verschrikkelijke tijd toen. Want de Duitsers vielen in het jaar 1940 ons land binnen. En die hadden een hekel aan Joden. En mijn moeder, Sam's overgrootmoeder, was Joods. En de Duitsers wilden de Joden eigenlijk allemaal vermoorden. Het is natuurlijk wel heel bijzonder om dit verhaal te mogen vertellen aan zoveel kinderen. En het staat natuurlijk wel ook op een mooie plek. Ja, het verhaal van vroeger is net zo goed het verhaal van nu. Dat is waardoor je het zo ongelooflijk, waardoor het zo fijn en belangrijk is dat je het kan vertellen. Want als je nu om je heen kijkt, zo vlakbij, wat er nu in Oekraïne weer gebeurt. Het is zo verschrikkelijk dat we gewoon nog steeds elkaar kapot maken. Het komt best wel dichtbij. Dus dat is wel dat je denkt, kijk, wij kunnen nu ook binnenkort gewoon in oorlog zijn. En dat is natuurlijk wel iets om over na te denken. Natuurlijk heeft mijn moeder heel lang gehoopt dat haar vader en broers terug zouden komen uit de oorlog. Maar dat gebeurde niet. Ze waren alle drie in de kampen vermoord. Veel ouders, veel papa's en mama's, die werden door de politie weggestuurd. Naar een kamp of naar een gevangenis. En ook veel ouders, die kwamen zelfs nooit meer thuis, zoals we dat net ook hebben gehoord. En dat maakte heel veel mensen bang. Oom en opa is ieder mens gelijk. En het was gewoon niet rechtvaardig wat er in Nederland aan de hand was. Dus op de vraag, mag ik bij jou schuilen? Antwoordde hij ja, ondanks al die risico's. En die geheime plek, die hebben ze in orde gemaakt. En de Joodse man, die bleef doodstil iedere keer als er weer iemand in de winkel kwam. Helaas kent ook dit verhaal geen gelukkig einde. We zijn allemaal oorlogsverhalen aan het herdenken. En wat vind je ervan? Bijzonder en belangrijk. Die Tweede Wereldoorlogverhalen vind ik droevig, omdat mensen gaan dood. Om het zo regelrecht van iemand te horen is natuurlijk echt heel, heel heftig en indrukwekkend. Dus het maakt heel veel indruk op mij. Mijn overgrootvader is het laatste half jaar van de oorlog gaan onderduiken omdat hij niet wilde werken in Duitsland. Maar op 29 maart 1945 is hij verraden. Samen met 9 anderen is hij naar kamp Okserhof bij Zutphen verplaatst. En op 5 april 1945 is hij daar om het leven gebracht. Gefusilleerd door de Duitsers. Vroeger gebeurt dat en ook nu. Het is nooit gaan veranderen. Oekraïne en Rusland hebben nog steeds oorlog. En sommige landen ook. Sommige landen zijn overgenomen en dat vind ik niet zo erg goed. Je ouders zijn er nog om te werken in de oorlog. Hoe was het de eerste tijd toen je hier was? De eerste tijd toen hij hier was, voelde hij zich heel eenzaam. Omdat zijn moeder niet kon komen, omdat ze in Oekraïne werkt voor de oorlog. Maar nu is hij er wel aan gewend en nu gaat hij ook gewoon naar school. Maar natuurlijk mist hij zijn ouders nog heel erg. Heftig, maar wel goed dat ze worden verteld. Waarom? Omdat er wordt iedereen zich nog bewuster van alle vreselijke dingen die zijn gebeurd. Dat je gewoon dankbaar moet zijn voor de vrijheid dat je hebt gekregen. Het is heel mooi dat ze het vertellen. Het zou eigenlijk meer en vaker moeten zijn. Op zo'n dag als vandaag zie je van, oh, maar kinderen kunnen heel veel aan. En kinderen zijn met dingen bezig waar wij ook mee bezig zijn. Dus het verrast gewoon dat je denkt, oh, zie je wel dat kinderen dit belangrijk is voor kinderen ook. Dat is wel heel belangrijk. Waarom? Omdat het nooit meer mag gebeuren. Oh, voor alle kinderen, alsjeblieft, blijf elkaar proberen te begrijpen. Hè. Iedereen heeft het uiteindelijk in zich om een held te zijn, ook op het schoolplein. Oh, voor een ander. Niet ik, maar wij. Dat we in gezamenlijkheid iets willen bereiken in deze samenleving. Dat kunnen we heel groot maken, kunnen we heel klein maken. Het begint met je vriendje, vriendinnetje, iedereen die naast je staat. Laten we alsjeblieft nog elkaar blijven luisteren en nieuwsgierig blijven naar elkaar. Het zou zo ontzettend helpen om oorlog te voorkomen en dus om vrijheid te bewaren. Vrijheid is eigenlijk wat iedere mens moet hebben. Want het maakt niet uit van
Misschien heb je een donker getint huid of misschien heb je een ander geloof. Het maakt eigenlijk niet uit van ja, wat je bent. We zijn allemaal eigenlijk gelijk. Het is niet oorlog in mijn land, dus ik heb er geen last van. Alleen, het is nog steeds vrijheid over de wereld. Er bestaat niet meerdere vrijheid, er bestaat maar één vrijheid en dat is over deze hele wereld.